Alles is in het Frans. Ook met Thomas en... Ja. Ah, het is allemaal zo? Ja, het is allemaal in het Frans. Allemaal? Ja, we gaan ervan uit dat Dominique een Brusselaar is, waar ik in C zelf ook ben, of van de rand van, rond Brussel, want ik wil geen mensen... Of geen politieke standpunten gaan innemen over Brussel. Ja, we hebben Frans genomen. Of Daniel heeft voor Frans gekozen. Dat past het best bij de film. Het is inderdaad zo dat je met een Congolees waarschijnlijk nooit in het Nederlands gaat beginnen praten. Terwijl Claude perfect Nederlands spreekt natuurlijk. Maar goed, als acteur. Maar in zijn personage dus niet. Maar het paste beter bij ook... bij de sfeer waarin Dominique en Claude verzeilen. Dominique, die niet zo heel goed Frans kan. Net zoals de acteur die hem speelt. Maar dat zorgt natuurlijk voor de verwardheid die zijn personage nodig heeft. En hij trekt zich uit de slag. Maar ja, het past bij de film. En ja, om nog een tipje van de sluier op te heffen, de monteur Dominique maakt die documentaire ook voor een Franse producer. Wat in Brussel vaak voorkomt als je in reclame werkt of in tv, dan werk je vaak voor een Franse maatschappij of een tweetalige maatschappij. Dus dan is de voertaal vaak Frans. Oui, oui. Parfait. Ja, maar het is dus eigenlijk een Franse film. Het is een Belgische film. Ja, maar in het Frans. Ah, wel? Ja, dat zijn ook Belgische films. Ja, dat is ook, ja. Ik denk dat dat ook een beetje de bedoeling is van Daniel. Om internationaal te gaan. Ook, maar om als Belgische film bestempeld te worden. Een film Belg. Ja, is dat niet zo wat... Klinkt dat niet beter? Ja. Allee, dat klinkt niet beter, maar... Ja, straks kun je geen Vlaamse films meer doen. Ja, nee, dat is wel een droom van mij, om...